En dan starten we ermee. Oké, goedenavond iedereen. Leuk dat jullie er weer zijn. Cursus heeft al zijn vruchten afgeworpen. Heeft al bewezen dat het werkt. Super, super gevoel. Mensen hebben mij al heel veel berichtjes gestuurd en reacties gegeven. Wauw, dat was heel leuk. En er is ook al iemand promotie van bij Skyway is er is een wedstrijd eigenlijk en dat noemt Level Up. En daar is al iemand van personen die dit gevolgd heeft van mijn team in de top 10 van de wereld, de mensen van de wereld. Ik weet niet hoeveel honderden landen er meedoen, maar veel. En er zijn streverkes bij, dus daar zit Nigeria in en die zijn met miljoenen, hè? En die spreken allemaal Engels, dus die hebben niet het probleem gelijk in de EU met de taalbarrières allemaal. En dan de Vietnamezen, die zijn ook altijd heel sterk. En wij zitten in de top 10, België zit in de top 10 dankzij iemand van ons team. En die persoon, zij heeft letterlijk gezegd dat hij de boost gekregen heeft. En nog andere mensen die zeggen tegen mij van, goh, ik ben zo blij dat ik over die barrières ben gegaan, over die angsten, door die angsten en heb ingezien wat mij tegenhoudt om mensen te benaderen. Want uiteindelijk, als jij succes ervaart of je hebt iets fantastisch ervaren, dan deel je dat toch heel graag. En het is toch zo jammer dat je dan dat je eigen daarin remt als het over iets materieel of financieel gaat. Je wenst de mensen die je heel graag ziet toch al het beste toe. En voilà, dus dat is doet zijn werk, de cursus doet zijn werk. Goed, dus vandaag zitten we aan de laatste van de reeks van 3. Mensen hebben mij al gevraagd om nog een nieuwe reeks in elkaar te steken. Dat ga ik zeker doen, met veel plezier, want dat is leuk. Dus we hebben eerst ons gefocust op het potentieel van iets inzien. Dat activeert. En dan de motivatie houden. De onderliggende agenda's van de egootjes doorprikken, want die houden het niet lang vol. En dan ook het doorzettingsvermogen activeren trainen eigenlijk, want doorzettingsvermogen traint je. En dan nu de programmatie en een doelgericht zijn. Dus doelgericht zijn is ook heel belangrijk. Veel mensen verliezen nogal eens hun doel. Maar de programmatie is ook zeer belangrijk. Als je verkeerd programmeert, voordat je aan iets start, dan ben je half al verdwaald, zal ik zeggen. Ah, Sophie is er ook. Matthias, Lieve Koen, Gunther, Wendy. Super, super. Oké, zijn jullie er klaar voor de volgende? Dit hebben we de vorige keer gezien, even beknopt. Motivatie. En je motivatie hou je door verwachtingen in voor ogen te houden. Doorzetting train je door alles af te werken. Ik weet niet of het al veranderd is in jouw leven na die vorige cursus 2 weken geleden. Doorzetten, afwerken. Waar je mee begint, afwerken. Al die kleine dingen in jouw leven, dat moeten geen taken zijn, dat moeten geen grote dingen zijn. Gewoon opstaan, bed opmaken, kast dicht doen als je die open gedaan hebt. Iets terugleggen en zo verder en zo verder. Dat is de focus. Ook daarbij trainen, hè, legt alles op zijn plaats. Waar je het genomen hebt, zodat je huis altijd netjes blijft, je werkomgeving netjes blijft, maar ook dat je bewust bent waar je het neemt en waar je het teruglegt. Goed, dat is dat. Even een beknopte herhaling van de vorige keer. Nu gaan we aan programmatie. Dus de mensen die van de vorige cursus er niet bij waren, kunnen altijd naar YouTube gaan. Daar zie je de link. En Skyway New Millionaire op YouTube. Kun je die vinden. Oké. Goed, we gaan met de programmatie beginnen. Het doelgerichte komt zelfs. Eerst programmatie. Eerste stap is kies wat je wenst. Dat lijkt heel simpel, maar daar ga ik heel uitgebreid over spreken. Want dat is bij velen al een heel zwaar knelpunt.
En dan voed het met aangename emoties. Fake it till you make it. Bluff je er doorheen. Dan ga ik ook uitleggen waarom dat zo belangrijk is en hoe je dat doet. En dan blijven volhouden. Oké, en waarom dat belangrijk is. Even wat uitleg. Kies wat je wenst. Leer te evalueren in keuzes maken. Pak een pen en papier even bij je. En veel mensen is dat al een stap te ver. Veel mensen is dat al een stap te ver. Mijn telefoon gaat hier onverwacht af. Ik ga die moeten afdrukken. Dat is een stap te ver. Waarom? Mensen weten wel wat ze niet wensen, maar weten niet wat ze wel wensen. Bijvoorbeeld. Als je vraagt aan iemand die zit in een benarde situatie, bijvoorbeeld een relatieprobleem. En dat kan met een partner zijn, dat kan met een vriendin zijn, dat kan met een werkrelatie zijn. En die vraagt aan die persoon, wat wens je met die persoon te ervaren? Of wat wens je in die situatie? Dan gaat die persoon meestal opnoemen van, ja, ik wil niet meer dat die mij niet meer au sérieux neemt. Ja, ik wil niet meer dat hij achter mijn rug spreekt. Ja, ik wil niet meer, sta je? En dus die niet is niet een keuze maken in de constructieve. Dus dan zeg ik tegen die persoon, oké, nu weet ik wat je niet wenst, maar kan je mij dan zeggen wat je wel wenst? En daar wringt het schoentje bij heel veel mensen. Daar wringt het schoentje bij heel veel mensen. En ik kan u verzekeren, ik heb dat ook zelf moeten leren, want wij worden zo opgevoed in onze omgeving en in onze schoolbelevenissen, dat je eigenlijk zelf keuzes maken en open daarvoor uitkomen wat je leuk vindt, niet zo gemotiveerd wordt daarin. Dus heel veel mensen leren niet en durven niet te kiezen. Plus, wat staat daar? Leer evalueren in keuzes maken. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat je begint met kleine keuzes te maken over kleine dingen. Wat je lekker vindt. Welke is jouw lievelingskleur? Als ik aan veel mensen vraag, wat is jouw lievelingskleur? Dan staan mensen zo van, ah oh ja, ik vind die groen en blauw, vind ik ook wel. Nee, wat is jouw lievelingskleur? Wat is een kleur die je echt heel mooi vindt? Dat is helemaal iets anders, hè? En wat is jouw lievelingseten? Wat is jouw lievelingsland of lievelingstaal? Of wat vind jij mooi? Wat vind jij decor bijvoorbeeld? Hoe wens je jouw slaapkamer? Hoe wens je jouw eetkamer? Wat vind je een mooie badkamer? Simpele dagelijkse dingen. En heb je liever warm of koud? Drinken bijvoorbeeld, eten, land, noem maar op. Mensen hebben het moeilijk om keuzes te maken. Gewoon dingen die in hun omgeving zijn. En daarin te evalueren bedoel ik mee, begin met die kleine dingen, je dagelijkse dingen. Vraag jezelf eens af, wat vind ik leuk? Wat vind ik lekker? Wat vind ik mooi? En wat is daar de mooiste van? Wat vind ik daar de mooiste van? En durf kiezen. En dan kan je verder gaan. Wie wens je te zijn? Wat voor leven wens je te ervaren en te genieten? Van te genieten. Bijvoorbeeld als mensen tegen mij zeggen, oh, ik zou niks meer willen doen. Dan ga ik onmiddellijk zeggen, daar zal ik heel ongelukkig door worden. Door heel de dag onder een palmboom aan het strand te liggen, zou ik zeer ongelukkig worden. Waarom? Ik ben heel graag bezig. Dingen aan het creëren, nieuwe ideeën uitwerken, dat maakt mij gelukkig. Dat wil niet zeggen dat iemand anders daarmee gelukkig is. Maar zou ik heel de dag aan een zwembad of aan het strand liggen, ik zou zeer ongelukkig worden. Omdat mijn creativiteit, er is zoiets in mij dat heel de tijd zo creatief, graag creatief wenst te zijn. En een half dagje rust is al meer dan genoeg. En dan sprankelt dat weer omhoog om, ah ja, ik ga dat doen en ik ga dat in elkaar steken en ik ben daarmee bezig en zo verder en zo verder. Dus
leer evalueren. Durf keuzes te maken en leer in die keuzes te evalueren. Wie wens je te zijn? En de volgende stap is, wees eerlijk met jezelf. Bijvoorbeeld, mensen komen mij vertellen, ik wil van job veranderen. Ik wil die job niet meer doen. Want mijn baas betaalt mij te weinig. Mijn collega's, die roddelen te veel of die geven mij al het werk. Ik moet alles zelf doen. Je kunt er niet op steunen. Dat zijn luierikken. Ik sta er alleen voor. Er is conflict. Whatever. Dat is de reden waarom die persoon dan weg wil. En dan vraagt die persoon aan mij, zou ik van job veranderen? Maar ja, ik werk daar al zoveel jaren en zo. Lalala. En het is veilig, hè? Het is een zekerheid. En dan zeg ik tegen die persoon, wat wens je? En dan beginnen ze het op te noemen. Ik wens leuke collega's. Ik wens een betere baas. Ik wens een beter loon. En dan zeg ik, nee, dat is niet wat jij wenst. En dan kijken mensen heel raar naar mij. Dan zeg ik, jij wenst een waardevol gevoel te ontvangen van je baas. Dus waardevol behandeld te worden. Jij wenst verbondenheid met je collega's en misschien ook wel met je baas of bazin. Jij wenst goede communicatie. Jij wenst begrip en je veilig voelen in je omgeving waar je werkt. En evenwaardigheid. Dat iedereen zich evenwaardig voelt en jou ook evenwaardig behandelt. Je wenst rechtvaardigheid. Je wenst veel. Een groot inkomen, dat is veel. Je wenst vertrouwen. Je wenst dat de mensen rondom te vertrouwen zijn en dat ze jou ook vertrouwen. Je wenst dat je baas in jou gelooft. Dat wens jij. En dan zeggen mensen, natuurlijk, dat is wat ik wens. Maar dat zeg je niet. En je denkt dat niet. En je voelt dat niet. Ziet je? En dat is zo, zo belangrijk. Dat je eerlijk bent. Wat wens je? Veel mensen zeggen tegen mij, ja, ik wens veel geld. Dan zeg ik, nee, je wenst niet veel geld. Wat wens je wel? Je wenst het gevoel van vrij zijn. Dat is wat je wenst. En geld geeft jou dat gevoel van vrij zijn. En dat begrijpen veel mensen niet, dat daar een gevoel achter zit. Dus je moet eerlijk met jezelf leren zijn. En dat is heel, heel belangrijk. Wat wens ik eigenlijk? Ik wens dat vrij gevoel. Ik wens dat die rechtvaardigheid, hè, dat is ook een vrij gevoel. Ik wens dat vertrouwd gevoel. Ik wens die kracht. Ik wens die communicatie. Ik wens mij waardevol te voelen. Ik wens mij veilig te voelen. Ik wens aanhaling. Enzovoort, enzovoort. Ja, er zijn er heel wat. Ik heb ondertussen ontdekt dat er 26 onaangename zijn. En een beetje minder aangename. Maar dat is alles waar je uit kunt kiezen. Zo'n grote waaier is dat niet. En je kan dat leren. Je kan leren en eerst keuzes maken en dan eerlijk zijn. En dan durf kiezen. Wat betekent dat, durven kiezen? Durven kiezen betekent eigenlijk dat je durft je eigen iets te gunnen. En hoe ben ik daardoor geraakt? Want ik gaf alles weg en ik was altijd bezig voor anderen. Het geluk van een ander. Want ik durfde niet kiezen. Ik heb durven kiezen door te zeggen tegen mezelf, geef zoveel aan mezelf als een ander. Dus als ik kies voor overvloed, dan wens ik dat ook te delen met een ander. Dus evenveel tijd, evenveel energie, evenveel liefde, evenveel. En dat voelt goed voor mij. En dat heeft mij durven doen kiezen. Nu, iedereen is anders. En dus probeer bij jezelf eens te kijken, waar durf jij nog niet in te kiezen? Want het heeft te maken met durven. En wat zit daarachter? Een angst. Een angst, mensen, is fantasie. Dat is niet een realiteit. Wat als? Dat is nog geen realiteit, dat is fantasie. Dus
Wat zit eraan achter? Waarom durf je nog te kiezen? Als ik zou kiezen voor mezelf dat, dat en dat en dat, dan heb ik schrik dat. En daar is die. Ik heb schrik. En dat is die fantasie. Dus die realiteit die er nog niet is en die je ook probeert te vermijden, waardoor je maar niet, liever niet kiest. En dan nog een stapje verder is laat je inspireren, want het hoeft niet allemaal van jezelf te komen. Je kan rondkijken naar mensen die iets doen of die iets zijn of die iets hebben wat jij ook leuk vindt en dat je dan daarin inleeft. En die jou kunnen inspireren om een keuze te maken. Je kan ook bellen met, als ik met een niet weet welke keuze in een bepaalde situatie, richting evenement met mensen. Eerst wat ik altijd doe is, universum, stuur mij inspiratie. En dan luister ik naar mensen, wat ze zoal vertellen rond mij. Ik bel een vriendinnen op, vrienden op en ik luister gewoon waar die mee bezig zijn. En vroeg of laat, en meestal is dat vroeg, binnen de dag heb ik terug een nieuwe impuls. Heb ik terug, hé ja, dat hoeft niet eens te zijn dat die persoon mij dat advies geeft. Maar doordat je over iets spreekt of over een onderwerp bezig is, of hoe dat hij over een onderwerp bezig is, komt bij mij ineens een lichtje branden. Dus ik laat me altijd inspireren door het universum dat oneindig inspiratie is en dat zich manifesteert in mijn omgeving. En soms is dat ook wel in mijn eigen gedachten, een eigen idee, maar maakt niet uit van waar het komt, als er maar inspiratie is, als je maar niet vastzit. Als mensen tegen mij zeggen, ik zit vast, dat betekent dat je geen creativiteit niet meer hebt op dat niveau. Dat betekent in die situatie waar je in zit, heb je geen fantasie meer. Je hebt geen fantasie. Dus wat betekent dat? Dat je nood hebt aan inspiratie. Babbel eens met mensen, niet over dat slechte en dat moeilijke en dat falende, maar over wat dan wel. Wat dan wel? Wat zou jij leuk vinden? Ik vraag dat heel graag aan mensen. Wat zou jij leuk vinden dat daarop mee gebeurt? Of nu met de coronavirus. Hoor ik mensen zeggen, ja, en dat masker en dat dit en dat dat. En dan vraag ik altijd aan mensen, en wat zou jij leuk vinden? En dan komen de meeste mensen uit de lucht gevallen. En als ik dan vertel wat ik leuk zou vinden, dan hebben ze zoiets, ja, dat zou ik ook leuk vinden. Ja? En bijvoorbeeld dat mensen bewust worden dat wij één grote bende zijn die samen elkaar nodig heeft en elkaar moet ondersteunen en inspireren in plaats van allemaal apart in vakjes en voor hun eigen leventje. Dat is één van mijn grootste wensen. Dat betekent niet dat we allemaal moeten samen gaan wonen in één grote huis. Ik bedoel, dat zal niet gaan, maar versta je dat niet, maar dat mensen elkaar terug inspireren, meer verbonden zijn met elkaar. Liefdevoller zijn voor elkaar, goede daden doen en niet alleen goede daden met geld te storten en weet ik veel, maar echt, als ik iemand, een oud dametje met een te zware tas zie lopen, dan ga ik die vragen om, mag ik helpen? Er is niks mis mee. En ik loop die tot haar deur, niks mis mee. En zo verder. Dus elkaar inspireren, dat is elkaar liefdevol zijn voor elkaar, dat is mijn droom. Droom, realistisch, ik leef mij daarin in, wat deze destructieve situatie mij constructief kan geven. Voilà, en dat is, laat je inspireren, hè, laat elkaar inspireren, elkaar. Dat is heel, heel belangrijk. En luister niet alleen maar naar die slechte verhaaltjes die mensen klagen en zagen, want dat kunnen we nog altijd. Daar heb je toch snel genoeg van. Hoe weet je nu dat je de juiste keuze gemaakt hebt? Dat heb je ondertussen waarschijnlijk al gelezen, doordat je er een innerlijke rust van ervaart. Waarom aangename emoties geven innerlijke rust? Simpel. Heel simpel. Onaangename emoties geeft onrust. Aangename emoties geven rust. Alright. Volgende. Waarom is de bewuste keuze zo belangrijk? Wel, ons brein
is de beste zendmast die er bestaat op deze planeet. En dat is echt geen grapje. Dus, wat bedoel ik daarmee? Jullie kennen radiogolven. En je ziet hier, ik zal even de cursor nemen. Kan ik die meenemen? Ja. Oké, je ziet hier dat die eerste golven, dat die nogal vrij geconcentreerd zijn. En als je meer naar hier gaat, deinen die uit. Die worden wel groter, maar minder geconcentreerd. Dus wat betekent dat? Dat, wacht, ik ben mijn cursor kwijt. Waar is die? Geen idee. Wat was die weg? Oké, dus die deint uit. En dat betekent dat je al een grotere antenne moet hebben. En die grote antenne vangt dan die uitdeinende energie van die golven. Energiegolf, want dat is eigenlijk energie op. Bij onze gedachten is dat niet zo. Onze gedachten kunnen tot de andere kant van de planeet gaan. En dan zelfs verder. Onze gedachten kunnen in de dingen gaan, in het universum. En de intensiteit blijft hetzelfde. Dus dat kan destructief zijn of dat kan constructief zijn. Laat me uitleggen wat ik bedoel. Als jij een zus of een broer in Australië hebt wonen en jij woont in België, Nederland en je hoort via het internet, via een Skype-call, weet ik veel wat, dat die broer of die zus dat die wat problemen heeft, dan kan jij je daar zorgen over beginnen maken. En ik zeg altijd, zorgen maken, maken zorgen. Dus dat betekent, jij stuurt lage frequenties naar die zus of die broer. Jouw gedachten, jouw emoties zijn laag in frequenties. Zorgen zijn geen hoge frequenties. Dat is niet joepie-ajé. Wat gebeurt er dan? Jouw zus of jouw broer in Australië, wie krijgt die frequentie aan? Heel simpel. Die krijgt die binnen. En wat gebeurt er dan met die persoon? Zijn emotie, zijn energieveld, dat trek je mee omlaag. En niemand heeft er eigenlijk door dat dat zo is, dat dat zo werkt. Maar het kan ook in de tegenovergestelde richting werken. Als jij een zus of een broer hebt in Australië en die voelt zich slecht en jij denkt, ah, ik geloof in die vindt haar krachten of die vindt zijn krachten en die raakt geïnspireerd. En die raakt daardoor en ik vertrouw er 100% op dat die dat kan. En je denkt op die manier aan die persoon, dan komt dat ook aan. En wat gebeurt er dan bij die persoon? Zijn hoge frequentie, sorry, zijn frequentie, de energie van die persoon, dat verhoogt in frequentie. En dat is eigenlijk hoe het werkt. En je ziet hier die twee mannetjes die tegenover elkaar staan. En dat is hoe het eigenlijk eruit ziet als je energetisch kan zien. Zo werkt het eigenlijk. Beïnvloeden elkaar continu. Continu. En niet alleen in je als je de mens persoonlijk ziet, maar dat is tot op de andere kant van de planeet. No problem. Dus. Deze foto is er niet goed doorgekomen, jammer genoeg, want het was een hele grappige foto. Volgende stap is beseffen dat er een boemerang-effect is. En jullie hebben ook al eens gehoord over de wet van de zwaartekrachtwet. Wel, er is nog een andere wet en dat is die van aantrekking. Dus wat je uitzendt, komt terug naar jou toe. Dus als je de hele dag zaagt en klaagt omdat iets niet gaat, omdat je gewoon niet geïnspireerd bent, omdat je niet weet welke keuze je wenst, dan komt dat ook naar je toe dat je niet wenst. Dus daarom is het zeer belangrijk om keuzes te blijven maken. Oké. En dan zeggen mensen tegen mij, ja, maar Kaat, en de realiteit dan? Op dit moment zit ik in miserie, of heb ik tekort, of ben ik alleen, of durf ik mensen niet aanspreken en ben ik mensen schuw? Dan kan je dat al remmen, afremmen door de twee eenvoudige zinnetjes in jouw
voor in jouw zinnen in te bouwen en er is tot op heden of tot nu toe. Dus ik voel mij niet goed, is ik voel mij niet goed. Maar ik voel mij tot nu toe niet goed. Dan kan andere elk moment verandering in komen. Ik heb conflict in mijn relatie met mijn baas of mijn collega's of met mijn partner. Dan is dat zo. Ik heb dat. Dat is zo. Dat is geconfirmeerd. Dat is er en dat blijft zo. Maar als je zegt tot op heden is dat zo, dan doe je de deur al half open. En dan kan je opnieuw kiezen. En daar is dat kiezen weer. En die keuze, mensen, die keuze bepaalt je eigen toekomst. Dus als jij blijft herhalen wat je in het heden hebt en je blijft dat bevestigen hoe dat het is en hoe je je erbij voelt, ook al is dat destructief, dan blijft dat zo. En dat is natuurlijk niet iets wat je zelf wenst, maar de meeste mensen hebben dat niet door. Goed. Voed het met aangename emoties. Voed het met aangename emoties. Kunnen jullie nog volgen of ga ik te snel? Als jullie kunnen volgen, doe maar plus, plus, plus. Als ik te snel ga, doe maar min, min, min. Wendy kan volgen. Oké, de rest is misschien aan het schrijven. Plus, plus. Oh, oké, plus, plus, plus. Oké, dus ik mag doorgaan. Goed, fake it till you make it. Iedereen, dankjewel Koen, Gunther, Sophie, Wendy. Fake it till you make it. Mensen hebben dat al, jullie hebben daar al van gehoord. Hè? Daar hoor je regelmatig. Dus in omgezet in het Nederlands, bluf je er doorheen. Wat betekent dat? Fake it till you make it. Dat is een instrument dat je kan gebruiken om je keuzes te versnellen om te realiseren. En hoe werkt dat? Eigenlijk is dat heel leuk om te doen. En kinderen doen je dat voor. Als ik tegen een kind zeg, ik ben bijvoorbeeld met een kind aan het wandelen in het bos. En met vrienden die hun kinderen zijn bij mij. En ik zie een stok liggen. En je kan soms een stok vinden met zo nog een tak, een vergroeiing in dat dat zo schuin is. En ik pak die stok en ik zeg tegen dat jongetje dat bij mij is. Oh, kijk, ik heb een zwaard gevonden. Wat doet dat kind? Hij wordt instant ridder. Instant. Hoe komt dat? Die leeft zich daar volledig in. Die vraagt zich niet af, ridder, kan niet. Waar is hier mijn harnas? Waar is hier dat kasteel? Die denkt er zelfs niet over na. Die bombardeert zichzelf in die realiteit. Zowel gevoelsmatig, zintuigelijk. Een kind kan zich volledig daarin induikelen. Bij een volwassen is dat minder makkelijk. Maar je kan je daarin trainen. Je kan je daarin trainen. En hoe doe je dat? Bijvoorbeeld, jouw relatie is destructief. Met je collega, met je baas, met jouw partner, maakt niet uit. En je zegt, ik kies voor een constructieve relatie. We bouwen elkaar, we motiveren elkaar, we bouwen samen, we motiveren elkaar en dat gaat van hoger naar hoger. Dus dat is opbouwen, een relatie, inspireren elkaar, we steunen elkaar, we zijn er voor elkaar, we begrijpen elkaar, hebben fantastische conversaties enzovoort. Vul maar in wat je zelf wenst. Maar dat is nog niet jouw realiteit. Jouw lichaam weet niet wat daar buiten gebeurt. Dus jouw lichaam weet niet dat die buitenwereld, dat die zo is gelijk dat die is. Dat hebben ze getest met bijvoorbeeld atleten. Die hebben ze op een stoel gezet en vastgehangen aan heel veel monitoren en gezegd, beeld u in dat je aan het lopen bent of dat je aan het zwemmen bent of dat je, wat die persoon ook, die atleet, goed in is. Dus die heeft zich jaren en jaren getraind om beter en beter te worden. En die zit daar op die stoel en die leeft zich volledig in dat hij aan het trainen is of een wedstrijd aan het uitvoeren is. Dan is dat waarneembaar op de monitoren. Die spieren,
Die bloedcirculatie, de hart begint meer te pompen, er komt meer adrenaline vrij, er komt endorfines vrij, dat lichaam begint erop te reageren. En dat is eigenlijk fake it till you make it. Dus, stel je voor, je wenst een fantastische relatie met jouw partner of met jouw baas of met jouw collega's. Yes, stel je dat voor. Begin dat gewoon al te ervaren. Nu, het probleem wat de meeste mensen, allez, de uitdaging wat de meeste mensen doen, is dat ze dat gaan projecteren, net alsof ze in de cinema zitten. Dat is een beeld ver weg op een wit scherm en ze zien dat gebeuren. Dat is te ver weg voor het lichaam. Wat belangrijk is, is dat je dat vierdimensionaal waarneemt en driedimensionaal waarneemt. Driedimensionaal betekent binnen in het lichaam dat je dan voelt hoe het voelt. En vierdimensionaal is dat je ook ervaart hoe het is rondom jou met jouw zintuigen. En een gemakkelijke oefening om dat te trainen is, stel je voor dat je in een zwembad zit. Dan heb je twee opties. Of je ziet jezelf zwemmen tegen dat scherm, of als je je ogen dicht doet, tegen die oogleden aan. En voilà, je ziet jezelf zwemmen. En that's it. Je ziet wel hoe het zwembad eruit ziet. Je ziet of er mensen rond zijn. En that's it. Of je kan in water zitten. Je bent in dat water. Je voelt dat water. Hoe dat over jouw huid komt glijden. Je voelt de temperatuur van het water. Je voelt dat je lichaam minder gewicht ervaart. Dus gewichtelozer wordt. Je ervaart dat. Dat is fake it till you make it. En er zijn heel veel mensen die dat automatisch doen. En die creëren ook het een na het ander. En er zijn mensen die dat ver weg projecteren, hè, op een scherm. En die krijgen niet gerealiseerd wat ze wensen, welke keuzes ze gemaakt hebben. Dus en daar zit dat een beetje, ja, daar zit de uitdaging. En dan kan je trainen. Mensen zeggen tegen mij, ja, ik kan dat niet zien, of ik kan dat niet voelen, of ik kan dat niet ervaren. Wel, train jezelf. Ga naar omgevingen waar je wenst te zijn, doe je ogen dicht en probeer waar te nemen hoe voel je je daar. En wat voel je? En welke zintuiglijke gewaarwording heb je? Hoe riekt het daar? Hoe emotioneel? Welke geluiden? Al die dingen. En dan zul je merken dat je dat langzaam integreert in jouw dagelijks leven en dat het zich dan ook manifesteert. En daar gaat het eigenlijk om. Dat je jouw eigen keuzes die je wenst, dat die gerealiseerd en gemanifesteerd worden. En kan alleen maar via dit biologisch machientje wat jij bezit. Want ons lichaam is een biologisch machientje. Met heel veel frequenties. En dat is puur frequentie. En als je dan beseft dat dat denken zo sterk is en die emoties dat bevestigt, ja, dan besef je ook dat je frequenties uitstuurt door de wereld, door het universum en dat je wat je uitzendt terug ontvangt. En dan is het niet moeilijk om durven keuzes te maken, want je wenst jezelf het beste toe in de eerste plaats. En dan beseffende, als je jezelf het beste toe wenst, leuke omgeving, gezonde omgeving, een gezond leven, de mensen in jouw leven zijn dan ook in dat leven. Dus kunnen er alleen maar benefit van ervaren. En blijf dit volhouden ondanks externe invloeden. Want jouw realiteit is nog niet zo. Hè? Fake it till you make it. Je bent nog altijd aan het faken. Dus blijf dit volhouden ondanks externe omgeving. Maakt niet uit wat mensen tegen jou zeggen, welke angsten ze op jou projecteren, wat er binnenkomt van papieren, hè, want mensen die overvloed wensen te creëren en die krijgen grote rekeningen binnen, op en veranderen ineens van keuze. Gaan ineens brandjes willen blussen, gaan ineens oplossingen zoeken. Waar ga ik dat geld vandaan halen? En vergeten compleet dat ze dat overvloedsgevoel
Dat vrij gevoel, ja, ze laten dat los. Ze gaan ineens in tekort. Wat schep je dan? Ja, terug tekort, want je boemerang die komt terug. En degene die het meeste energie geeft, het meeste aandacht geeft, het meeste bevestigt, komt het meeste naar je toe. Dat is up to you. Goed, waar moet je dat lang volhouden? En eigenlijk is het een 21 dagen. Het is jammer dat de onderste fotootje rechts dat niet goed doorkomt. Oké, de eerste foto is ons brein en dan een vergroting zijn de neurotransmitters. En mijn cursor die werkt nog altijd niet. Ik weet ook niet waarom. Die sprong ineens weg en die was weg. Geen idee. Dus, de eerste foto is de neurotransmitters. De neurons eigenlijk. En dan heb je de tweede foto, die weerbaar in je hoofd. Je kan dan wel zien dat dat een kluwe is binnen in je hersenen. En dat is een fantastische kluwe, opgepast, hè? Dat is geen destructieve kluwe, want dat is heel vervormbaar. En hoe jonger dat je bent, hoe makkelijker vervormbaar, ouder. Zijn dat al sterke neurons? Dat betekent die draadjes die je daar allemaal ziet, die zijn al dikker geworden. Daar ben je al 100.000 keer heb je neurotransmitters doorgestuurd. Dus dat is al sterker opgebouwd met eiwitten. Dat is wat het is. Dus dat is fysiek. En dan onderaan links zie je die neurons. En dan rechts had ik een foto waar je de transmitters ziet. Dat zijn allemaal kleine bolletjes. Dat zie je nu in het geel. En die worden door die neurons doorgegeven. Maar je ziet die neurons, die zijn niet vast. Die komen heel kort bij elkaar, maar ze zijn niet vast. Net niet. En dus die kunnen verplaatsen. En dus als jij een oude keuze hebt, blijft dat zo daardoor. Die blijven zo bij elkaar gekoppeld en die geven die neurotransmitters door, die kleine bolletjes, hoe ze dat voorstellen op die tekening. Maar als jij een nieuwe keuze maakt, moet dat zich verplaatsen. Als je dan niet lang genoeg die nieuwe keuze bevestigt en herdenkt en hervoelt, kom je terug bij je oude. Dus, en als je een nieuwe keuze maakt, gaan die transmitters andere verbindingen zoeken. En je hebt daar 21 dagen voor nodig. Dus wat heb je nodig? Koppigheid, mensen, koppigheid. Koppig blijven volhouden. Koppig blijven volhouden. Ik heb juist een medisch dossier gelezen dat ze ontdekt hebben dat kinderen in de kleuterklas die koppig zijn, dat dan meestal de succesvolste worden van heel de klas. En natuurlijk, koppigheid kan je negatief connoteren, niet willen leren, je eigenwijs en daardoor afgestompt geraken. Maar koppig zijn kan ook gebruikt worden om vol te houden in jouw keuze. En dat is heel belangrijk. Dus die 21 dagen, dat is niet voor niks. Dus dat is echt super, gewoon puur biologisch. Dus besef dat dat in jouw hersenen moet veranderen. En dat is heel belangrijk. Dus blijf gewoon volhouden, je focussen op wat je wenst en je blijven inleven en emoties aanmaken. Lichaam weet toch niet wat er buiten gebeurt. En maar emoties aanmaken en maar die verhaaltjes herhalen. En je in dat driedimensionale, vierdimensionale zetten. En vergeet niet dat projecteren op dat scherm, maar je zit erin, je zit er middenin. En dat lichaam kan niet anders doen dan die neurons verleggen en waardoor er dan nieuwe ideeën ontstaan. Goed, dat doelgerichte, dat is ook zeer belangrijk. Vastberaden doorgaan in je acties. Dat heb ik je juist al wat uitgelegd. Want het is belangrijk dat je dat blijft bevestigen wat je wenst. Zoveel mensen blijven bevestigen wat ze niet wensen, waardoor ze ook in een leven zitten wat ze niet wensen. En dat is zo jammer, want het leven kan zo fantastisch zijn. Ik kan ervan meespreken. Ik heb een fantastisch leven en ik zou mij niet meer. Allee, waarom niet? Geef mij een goede reden waarom niet. Waarom zou ik mezelf negatieve dingen toewensen? Waarom zou ik aandacht wensen te delen met gedachten, emoties, verhaaltjes
Die ik niet wens. Dat doe ik helemaal niet. En dat kan je leren. Je kan dat leren door bijvoorbeeld als de ambulance voorbij komt, er geen aandacht niet meer aan te geven. Waarom zou je er aandacht aan moeten geven? Je kan die persoon zijn leven toch niet redden. Die ligt al in de ambulance. Als er bijvoorbeeld iets breekt, oh, dan kom ik kijken, oh, wat is er gebroken? Dat is niet nodig. Het is al gebroken. Die persoon die dat breekt, kan wel vragen, kan ik jou helpen? Maar voor de rest, oei, 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 wat is er gebeurd? Maar als er iets positiefs gebeurt, kijk dan eens hoeveel aandacht je daarin geeft. En je zult merken dat het destructieve meer aandacht krijgt dan het constructieve. En dat kan ook in je hoofd zo zijn. Het destructieve kan ook meer aandacht krijgen in je hoofd en in door je emoties dan het constructieve. Dan moet je niet schrikken dat jouw leven ook meer destructief is dan constructief. Datzelfde met de gezondheid van jouw lichaam, met de vorm van jouw lichaam, met jouw relatie met mensen. Dus kies en blijf bij jouw keuze. Blijf bij jouw keuze. Dan omring je met mensen met dezelfde doelen. Waarom? Het is gewoon makkelijk. Mensen die dat wensen, dan wat jij ook wenst, waarom niet? Dat maakt alles nog sterker in het kwadraat. Dus dat betekent dat je, pardon, dat je niet alleen maar zelf aan het creëren bent, maar dat er mee gecreëerd wordt voor jou. Dat je samen een één doel kunt over fantaseren en ideeën aan elkaar uitwisselen en keuzes ma helpen elkaar maken. Elkaar inspireren, waarom niet? Laat je inspireren door gelijkgestemden, is het volgende. Als jij op een bedrijf zit bijvoorbeeld en de baas is destructief. De baas is, of de bazin is destructief. Weet het beter, staat niet open voor vernieuwing. Dus behoudsgezind, je moet altijd diezelfde stomme formulieren invullen of diezelfde procedures volgen. En dat werkt niet, en dat is al bewezen, maar toch durft hij daardoor zijn eigen of haar eigen angst niet van af te wijken, want wat komt er in de plaats, bla bla bla. Dan kunnen jullie met collega's samen beginnen elkaar inspireren. Wat wensen we wel eigenlijk? Wat wensen we wel? En dan is het leuk en je inspireert elkaar en je maakt er leuke grapjes over en je maakt er aangename emoties over en je blijft dat volhouden, je blijft dat volhouden. Ik kan je verzekeren dat die baas ofwel verdwijnt uit jullie leven ofwel verandert, gegarandeerd. Want wij hebben die kracht, wij zijn scheppers, wij hebben die kracht. Onze gedachten, niet vergeten, daar staat dat fotootje weer, onze gedachten, frequenties zijn zo sterk, onze emotionele frequenties zijn zo sterk. Die nemen niet af in frequentie. Kun je dat voorstellen? Die nemen niet af in frequentie. Zelfs als ik dat hier aanmaak en ze gaan dat meten in Australië, is dat dezelfde frequentie. Dat is waanzinnig. Dus besef die kracht, gebruik die kracht. En blijf koppig je herinneren aan je doel. Dat is zeer belangrijk. Blijf koppig je herinneren aan jouw doel. Laat jou niet misleiden door ja, maar en ik heb nog niet beter, of misschien, of daar, of dit of dat, of door je laten afleiden door jouw huidige realiteit tot nu toe, tot op heden. En dat kan veranderen. En jij bent dat aan het veranderen en jij hebt daarvoor gekozen voor die verandering. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Dat is heel, heel, heel belangrijk dat je beseft dat is in jouw hand. Het ligt allemaal in jouw handen. Het gebeurt van binnen. Het gebeurt van binnen. En de ene persoon heeft daar een aangename emotie op geprojecteerd, terwijl de andere persoon daar een onaangename emotie heeft op geprojecteerd. En daarom is het belangrijk dat je bij elkaar aftoetst van hoe voel jij je daarbij? Wat zou jij daarover willen denken of voelen of. En dat je afstemt op elkaar. En zeker als je heel veel met elkaar samenwerkt of samenleeft, is het heel belangrijk dat je op elkaar afstemt. Dat je voelt en hoort en luistert wat in mensen binnenin omgaat. Want dat is het belangrijkste. En dat is het
Het geldt hetzelfde voor als je met iets begint, als je iets start, als je iets onderneemt. Wat voor gevoel heb ik? Welk verhaaltje zit erachter? Welke keuze van uitkomst maak ik daarover? Heel belangrijk. Als jij begint met al een rampscenario voordat je aan begint, vergeet het. En die keuze die kan veranderen. In het universum is er niks hetzelfde. Nooit, nooit stagnatie, nergens. Er is altijd verandering. Dus verander mee. Jouw wereld nu gaat niet hetzelfde zijn dan binnen 10 jaar. Jouw keuze nu gaat niet hetzelfde kunnen zijn als binnen 10 jaar. Jouw gelukzalig, wat jou nu gelukzalig maakt, kan niet hetzelfde jou het gelukzalige gevoel geven binnen 10 jaar. Dat kan niet, dat kan niet. Er is altijd evolutie. Dus blijf openstaan voor nieuwe inspiraties. En hou jezelf goed in de gaten. Hou jouw emoties in de gaten, jouw verhaaltjes, jouw beelden. Gebruik je fantasie voor constructieve. En dan, yes! Die emoties, bevestig. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Doe het opnieuw. Doe het opnieuw. Bij kinderen is dat heel makkelijk. En grote mensen vinden dat een beetje flauw. Maar als je echt iets goed wenst te doen. Mensen, ik heb wel met zoveel mensen samengewerkt van de top in wat ze doen. Die mensen zijn daar obsessief mee bezig. Obsessief. Ik heb met heel veel acteurs en zangers en grote ontwerpers gewerkt. Die denken aan niks anders. Die zijn alleen maar daarmee bezig. Die acteurs, die staan 2 uur per dag voor de spiegel te acteren. En die doen dat graag. Waarom? Die maken er heel veel aangename emoties bij. Die zangers, de operazangers, 2 uur per dag zitten die hun stem te laten rollen en warm maken. Die doen niet liever. Die doen niet liever. Waarom? Die hebben daar aangename emoties bij. Dat is geëvolueerd. Die hebben op een gegeven moment als kind de keuze gemaakt, dat doe ik graag. En degenen die de top bereikt hebben, die zijn blijven dat doel voor ogen houden. En elke dag nieuwe keuze gemaakt van nog beter en nog beter en nog beter en nog beter. Ik zeg niet dat die nooit eens een downfall hebben gehad. Want destructieve dingen kan je ontdekken wat je niet wenst, waardoor je weer jezelf kan inspireren wat je wel wenst. Maar je evolueert, je evolueert. En de losers hebben zich volledig gefixeerd op wat ze niet wensen. En de winnaars hebben zich volledig gefixeerd op wat ze wel wensen. En zijn zich daar ook in gaan inleven. Als ik met die mensen spreek, ik heb nog met veel van die mensen contact. Dan vertellen mij die ook dat die daar, ja, dat die dat graag doen. Er is geen een die zegt van, oh, ik verdien er mijn centen mee. Nee. Die doen dat graag. Die vinden dat leuk. Waarom? Er zijn veel aangename emoties aangekoppeld. Heel veel aangename emoties aangekoppeld. Mensen kunnen s'nachts wakker worden als ze niet kunnen slapen of er is onrust of er is lawaai in de buurt. En die gaan dat doen wat ze graag doen. En dat ook waar ze goed in zijn natuurlijk. Dat is bij kinderen ook zo, hè? Waar ze goed in zijn, dat doen ze graag. En als de omgeving dat stimuleert en zegt van jij kan nog en jij kan nog, dan gaat die kleine daarin verder. Als de omgeving zegt van laat het gauw staan, dan ga je nooit geld meer verdienen, hebben ze ooit tegen mij gezegd. En ja, dan gaat dat kind misschien kunnen beslissen van oh nee, dat is dan toch geen goed idee, want mama of papa of de juf heeft dat gezegd. En dan laten die dat misschien dat fantastisch talent los. Dat is ook wat je ontdekt als je keuzes begint te maken en je traint jezelf in keuzes maken. Je voedt jezelf in keuzes maken. En je voedt jezelf op in keuzes maken. Dat je dan wel dingen ontdekt die je totaal niet wist van je wat er nog in jou zat. En dat is soms alleen leuke, leuke, leuke verrassing. Goed. Doelgericht, stel je doel. Leef je in en laat het niet meer los. Niet meer. En wat je wel kunt doen om het te vergemakkelijken, omdat veel mensen te ver willen springen in één keer, is subdoelen stellen. Subdoelen, dat betekent stapjes nemen, stapjes nemen. En je wenst dat bereiken. Maar als ik dat al kan, ah, dan ben ik al zover. En dan ga ik dat er nog bij doen, of ik ga dat nog bereiken, of zie je, stapjes. En een trap is ook niet in één keer jump en je bent boven. Je doet dat in trapjes.
En ik kan ook wel eens een trapje naar omlaag teruggaan. Maar maakt het uit, dat is dan weer een inspiratie voor, ah ja, dat vind ik niet leuk. Maar waar wens ik in de plaats? Blijf niet hangen in, ah nee, dat vind ik niet leuk. Oh, dat vind ik niet leuk. Iedereen moet bellen, zeg, weet je wat met mij gebeurd is? Zeg, heb je nu gehoord wat er gebeurd is? Nee. Zeg gewoon, ah, dat vind ik niet leuk. Dat geeft me die en die emotie. Die en die rampscenario komt in mijn kop. Die fantasie begint zo te tollen. Dat gaan we niet doen. Want wij kunnen dat. Wij kunnen dat beslissen binnenin. Wij kunnen beslissen. Nee. Dat is geen goede scenario. Wat dan wel? Wat dan wel? En maak terug een nieuw scenario en begin eraan. Evolueer erin. En houd er u aan vast. Je weet, dat wens ik te bereiken. En hoe dat ik daar geraak, stapje voor stapje, nieuwe dingen, nieuwe dingen. Een inspiratie van een die, en dat gelezen, en dat gehoord, en dat filmpje bekeken, en up, verder evolueren, verder evolueren. En blijven faken. Je voorstellen dat het al zo is. Mensen, je gaat er zo'n plezier aan hebben wat je gaat ondernemen, dat het doel zelfs niet meer belangrijk is. Dat creëren is vele, vele, vele leuker. Oké, ik ga jullie een oefening geven, een uitdaging. Geld is heel gemakkelijk. Waarom is geld heel gemakkelijk? Geld is het sterkste instrument op dit moment op de planeet. Geld bepaalt heel veel in ons leven. Oké, wat bedoel ik daarmee? Ons vrijheid, ons waardevolheid, ons veiligheid, vertrouwen, geloof, heel veel. Aanhaling van alles. Gewin. Oké. Zelfs communicatie. Als mensen een briefje met geld geven, dan spreken ze. Dat is een destructief verhaaltje. Maar in ieder geval, kiest wat je per maand op je bankrekening wenst te zien. Kiest gewoon een cijfer. Ben je tevreden met 1000 euro per maand, zou ik zeggen, waarom? Waarom geen 2000 euro? Ja, maar ik ben al tevreden met 1000 euro of met 2000 euro. Heb je dan niet graag overvloed? En overvloed betekent dat je met anderen kunt delen. Dat betekent niet dat je andere mensen centen moet geven, maar dat je cadeautjes kunt uitdelen, dat je mensen kunt steunen in weet ik veel wat. Dat hoeft niet financieel te zijn, dat kan op heel veel verschillende soorten manieren. Bijvoorbeeld een vriendin van jou even in een restaurant, dan ga je daar eens wat meer eten. Bijvoorbeeld. Goed, oké. Kies een cijfer dat je elke maand op je bankrekening wenst te hebben. En kies een niet te groot cijfer dat je niet gelooft. Dat je zoiets hebt, ja, die 100.000 toch zou ik wel graag wensen, maar dat gaat me toch niet lukken. Dus je projecteert er onmiddellijk al onaangename emoties op. Die gaan we niet kiezen. Kies er eentje dat je zegt, denk nu niet aan hoe ga ik daaraan geraken. Ik zeg altijd tegen mensen, de hoe is voor God. God zal wel beslissen hoe het naar jou toe komt. Het universum is een en al inspiratie. Daar is ons brein en onze fantasie maar een boekenkastje tegen. Terwijl het universum een aaneenschakeling is van bibliotheken. Dus kies er eentje, kies er eentje. Maar je zegt, als je begint, zeg je, oké, 3000, dat lijkt me al leuk, dan ben ik al blij. Dan ga je je al voorstellen van, oké, 3000. Wat voor leven heb ik dan? Hoe voel ik mij dan? Waar woon ik dan? Wat voor kleren heb ik dan aan, bijvoorbeeld? Voor sommige mensen maakt dat niet uit. In welke auto rijd ik dan? Liever niet natuurlijk, liever te voet. Welke schoenen heb ik dan aan bijvoorbeeld? Ik ben wel een ecologische madame. Ik heb geen auto. Stel je voor, wat voor leven leef je dan? Letterlijk. Jouw kleren, jouw gevoel, jouw omgeving. Driedimensionaal binnenin. Voel je je op jouw gemak? Voel je je rustig? Heb je dan onaangename emoties? Want veel mensen zeggen, ja, wie wil dat dan niet kan? Ik zou ook wel 3000 per maand willen hebben of 5000 of 15.000 per maand hebben. Waarom niet? Wat houdt jou tegen? En wat jou tegenhoudt is meestal een onaangename emotie. Bijvoorbeeld,
Als ik veel geld heb, dan word ik een slechte mens. Of als ik veel geld heb, dan verlies ik al mijn vrienden. Of als ik veel geld heb, dan, dan ga ik mij afgescheiden voelen, bijvoorbeeld. Dan gaan mensen naar mij opkijken en voel ik me afgescheiden. Voel ik me alleen. En dat is niet de bedoeling. Maar die houden nu tegen. Is dat wel waar? Is dat wel waar, dat verhaaltje? Goed, maak er eens een leuk verhaaltje van. Kies een cijfer. Dan sluit je ogen. En stel je voor dat dat op je bankrekening staat. Mensen die een gsm bij hebben, doet je online banking open. Doe dit gewoon nu open. Ga gewoon je gsm pakken, doe je online banking open. Doe het gewoon open. Log in en doe het open. Ik zal even wachten voor degenen die dit doen. En dan. Maakt niet uit wat er nu voor een cijfer op staat. Op je lopende rekening. Zie dat cijfer daar staan. Zie dat gewoon daar staan. Fake it till you make it. Zie dat gewoon daar staan. Zie dat cijfer daar gewoon staan. En blijf dat herhalen, dag in, dag uit, maakt niet uit wat er staat, ook al staat er min. En maak er aangename emoties bij aan. En begin nu in te leven wat voor leven je dan leeft. Met geld is dat heel gemakkelijk. En begint u in te leven, wauw, dan ben ik vrijer, dan voel ik mij veiliger, voel ik me meer op mijn gemak door die vrijheid en die veiligheid. Voel ik mij wel waardevoller. Niet dat het daarvan af mag gaan hangen natuurlijk. En zo verder en zo verder. Vul het in. Loop op straat en stel je voor, ik heb zoveel op mijn bankrekening staan. Hoe voel ik mij dan? Hoe beweeg ik? Welke winkels zou ik naartoe lopen? Met wie zou ik in contact kunnen komen? Jouw leven gaat veranderen. Dat is de switch. En blijf dit volhouden. Blijf het volhouden. Dus kies één cijfer. Stel het voor dat dat nu op je rekening staat. Doe je online banking open. Zie dat daar staan. Beeld u in dat dat er staat. En begint dat waar te nemen. Begint dat te integreren in je realiteit. En ervaren in zintuigen, in emoties, gedachten, beelden. Niet projecteren, ja? In jouw tweedimensionaal en driedimensionale realiteit. En laat mij weten hoe snel het op je bankrekening staat. Hoe snel je dit bereikt. Je gaat verbluft zijn als je dat 21 dagen volhoudt. Dat het nog vlugger is dan die 21 dagen. Dat is een kei leuke oefening om je eigen scheppend vermogen te testen. En dat kan je met alles doen. Kan je met eender wat doen. En het enige wat je tegenhoudt is... Als je denkt dat je het zelf moet doen. Dus als je de hoe begint. Hoe ga ik daar aan geraken? Hoe kom ik aan die hoeveelheid van geld per maand? Moet ik dan een job gaan zoeken? Moet ik dan dit? Moet ik dan dat? Die hoe, die is voor God. Laat dat het universum voor u bepalen. Het gaat u op de leukste manieren verrassen. Dingen die je zelf niet had kunnen bedenken. Dat het naar je toe komt. Goed. Oké. Dat was het einde, lieve mensen. Kort maar krachtig. Een uurtje probeer ik het. Ik probeer er een uurtje van te maken. Anders wordt het te zwaar of te veel info. Dus als jullie wensen nog al die opnames te bekijken, ga dan naar hier. Voilà. Ik heb er een foto van gemaakt. Je ziet de... De rode pijlen staan de twee voor je op. En die andere, de bovenste rode pijl staat subscribe. Hè? Dus kun je abonneren. Je kunt ook dat belletje laten rinkelen als we er een nieuwe video op zetten. Ik zal er regelmatig wel eens een nieuwe video op zetten. En deel het. En wat ik ook heel leuk vind is dat jullie je commentaar, hè? Jullie ervaringen, comments onder de filmpjes... Schrijf er iets op wat je ervaren hebt, hoe je het ervaren hebt. Mensen sturen wel al die ervaringen naar mij persoonlijk. Maar als je dat wenst,
schrijf het ook onder het filmpje. Het is soms een klein zinnetje dat iemand anders weer die een moed geeft of die een drive geeft om er toch naar te kijken en dan zijn leven of haar leven te veranderen. En dat is waarom we het doen. Nou, allemaal gelukkige mensen zijn, want we zijn eigenlijk gelukkig. We weten alleen niet hoe we dat instrument gelukkig zijn moeten gebruiken en blijven hanteren. Oké, voilà. Dank u, dank u, dank u. Doe er iets mee. Dank u voor jullie aanwezigheid. Dank u voor jullie aandacht. Ik ga zoveel mogelijk nog nieuwe video's maken. Als ik er weer een reeks bij elkaar heb, dan zal ik ze wel weer uitzenden en op YouTube zetten of waar het ook op komt. Ik laat jullie weten. Indien jullie wensen met mij contact te houden, contacteer mij. Ik zal even mijn e-mailadres schrijven. Dat is jacobskaats@gmail.com. En dan voeg ik je wel bij een groep die ik heb of zo toe. En dan blijven we in contact met elkaar. Dat is keileuk om met elkaar in contact te blijven. Goed, dankjewel voor jullie aandacht.